En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er op, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het coronavirus is in Nederland. Wordt u daar nerveus van? Ik word er helemaal niet nerveus van. Nee? Nee. En waarom niet? Zelf over, omdat in China is het nou ook alweer een heel stuk minder aan het worden. Ja. Dus een gewone griep, ja, daar hoor je vaak niks over, maar dan gaan er ook zoveel mensen dood. Ja. En daarom, ik lig er niet wakker van. U neemt toch geen speciale maatregelen, geen hand geven en zo? Nee, helemaal niks. Nee. Ik geef gewoon een hand. Ja. Ja, als het moet komen, dan komt het toch. Ja. En als die mensen niet naar Italië waren gaan skiën of zo, weet je wel. Als we van tevoren na hadden gedacht, dan hadden we het hier niet gehad. Ja. Tenminste, misschien voor de helft. Ja, ja, en zo denk ik erover. Ja. Wat vindt u van het feit dat het een grote epidemie kan worden? Is dat niet toch beangstigend dat heel veel mensen het ziekenhuis in komen? Ja, ja, dat is met een gewone griep ook. We hebben het er al haast ieder jaar hebben we griepgolf. Ja. Dus dan gaan er ook oude mensen dood. En dan, daar is toch niks aan te doen. Nee, maar voor gewone griep kun je in laten enten. Ja. Alleen bij deze groep... Nooit, dat doe ik ook nooit. Nee? Nee. Mijn schoonmoeder is 98 geworden. Die heeft er eigenlijk nooit in laten enten voor de griep. Dus ik doe het ook niet. En heb je nooit griep gehad? Ja, niet echt griep. Wel verkouden of zo, ja, weet je wel. En dan één dag in bed zit. Maar niet dat ik echt de griep heb gehad. Nee. Dus het betekent dat u nergens bang voor bent, niet voor coronavirus, dat u gewoon handen geeft? Ik ben nergens bang voor. Nee. En als ik dood ga, ga ik dood. Ik ben er niet bang voor. Maar het treft vooral oudere mensen. Ja, dat weet ik. Ja, ik ben ouder, dus nou ja, dat is het risico van het vak, hè. En geldt het ook voor u? Ja, ja. Nee, ik ben er ook niet bang voor. Nee. En het hoeft ook niet. Je hoeft niet bang te zijn. Nee. Waarom niet? Als je de veiligheidsmaatregelen in acht bent, dan ben je al een heel eind verder. En als je het dan toch krijgt, ja, dan ben ik het met haar eens. Ja, nou, wat komt, dat komt. En doet u iets speciaals om te voorkomen dat u het krijgt? Nee. Geen handen wassen, ja, geen handen geven? Handen wassen, maar dat doe ik altijd, dus ja. Is niks extra's. Nee. Ja. Maar ook geen uit groepen blijven en niet samenkomen met vergaderingen of zo? Nou, dat... Nee, sowieso. Nee. Vergaderingen heb ik niet zoveel meer. En de leesclub is maar één keer in de maand, dus... Och. Dan is het virus alweer voorbij. Ja, misschien wel. Misschien. Geldt het ook voor u? Nou, ik was inderdaad vaker de handen. Ik droog bij een ander niet de handen af aan een handdoek. Dat laat ik vanzelf gebeuren. En ja, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, donderdag is er een bijeenkomst met zeker over de 100 mensen. En toen dacht ik, nou, in een kleine ruimte, daar wil ik niet naartoe. Want het is niet noodzakelijk en dan hoef ik er ook niet naartoe. En ook geen mondkapjes? Nee. Die zijn trouwens uitverkocht, dus. Het is hier nog niet, dus. Wel in Nederland, ja, maar goed. Als je overal bang voor moet wezen, met alles wat op het eind van het land is, op het begin van het land. Ja. Maar u neemt wel maatregelen, geen handjes geven en zo? Nee, en van elkaar afblijven, dat is het enige wat ik doe. Ja. Dus je houdt er wel rekening mee? Ja, rekening mee. Dat doe ik eigenlijk maar voor een geintje, man. Ja. Ja, die vrouw van mij die is nou een... Die is vorige week weggegaan, die is nou in de knaas, hij is in Tenerife. En oh, lekker. Ja, en die zit daar bij dat hotel waar voor 14 dagen terug, geloof ik, 1000 van die badgassen zaten. En ik ook gezegd, ga maar niet, maar ze wou wel... Maar ze moet niet terugkomen met die coronavirus, maar dan moet ze buiten blijven. Ja. Dus u zit wel een beetje in de rats van uw vrouw? Ja, zij wou erheen, maar ze moet gewoon niet meer terugkomen als het wel uit. Ja. Dan ligt me het buiten. Ja, ja, dus... Maar dan haak ik het ook. Ja, ja. Ja. Is duidelijk. Maar u bent er niet bang voor, maar het wordt waarschijnlijk toch wel een grote epidemie. Ja, weet ik dan wel. Dan wordt het wat minder als het je dichterbij komt, dan wordt het minder natuurlijk. Ja. Maar, ja, ik weet het niet. Misschien het wel. Ik maak me eigenlijk nog niet druk in ieder geval. U gaat lekker de markt op en het is al goed. De markt op en dan zien we het wel. Zoveel mogelijk bij de mensen wegblijven, zo. Ja. Afstand houden. Ja.
ja, ben je daar bang voor? Ja, je moet alles ondernemen om het te voorkomen voor jezelf. Dus ja, of het net als op Dominik in Nederland ook al vele plaatsen dus, is. Dus ja, goed, dit is moeilijk. Dus, maar ja, goed, we zullen toch dus op de heen moeten zien te komen. Maar doet u ook speciale dingen om het te voorkomen? Geen handen geven en zo? Geen handen geven. De handen iedere keer goed wassen. En bij iedere dus, toiletgang of net aan de wat. Dus goed de handen wassen. Nou ja, van de meerderheid kun je er toch niks aan doen. Nee. Nou zijn de meeste slachtoffers zijn oudere mensen. Ja. U bent 85, zei u eens. Geeft dat niet een speciale lading aan deze coronaziekte? Nou ja, maar nemen zoals het komt. Ja, natuurlijk, kijk, je kunt zeggen, ja, 85, ja, een prachtige leeftijd om eruit te stappen. Maar in ieder geval, ik hoop nog lang op deze manier door te kunnen gaan. Dus ja, nou, ik hoop dat ze er iets goeds voor vinden, dat het opgelost wordt. Wij kunnen de taal helemaal niks van merken. Het lijkt alsof het druk is op de markt op dit moment overal. Dat de mensen toch naar buiten, liever buiten blijven als binnen en de supermarkt komen natuurlijk. Ik denk dat het al een beetje opgeblazen werk wordt vanuit die landen natuurlijk. Want als ze hun mond dicht houden was er niks aan de hand geweest. Dus elk jaar gaan er 10.000 mensen in griep dood. En nou zijn er misschien een keer 11 of 7 of 8. Ja, waar praat je dan over bij wijze van spreken? Maar ik heb totaal geen invloed hier op de markt, helemaal niks. Ik denk dat het voor ons alleen maar misschien wat beter kan worden op de markt. Dat ze minstens buiten graag buiten zijn, open lucht. Niet allemaal die massas in de supermarkten. Want alle supermarkten krijgen gewoon een grote beker. Dus het heeft een voordeel voor u? Ja. Tegenwoordig, als je reclame op televisie ziet, zeggen alle supermarkten krijgen tegenwoordig een grote beker. Maar ik denk dat die maatkooplui de allergrootste beker krijgen. Ja. Wat betreft handel en kwaliteit en het hele circus bij elkaar. Nou hoor ik u zeggen, want ik vind het allemaal wat overdreven en zo. Veel te veel nieuws daarover, over de coronavirus. Is dat echt overdreven? Ja, het is echt opgeblazen werk. Ja? Ik heb terwijl gisteren had ik een klant aan de kraam en die doet heel veel in hygiënische artikelen. Unicura, zeep en dit en dat. Hij zegt, Hans, zet hij, de een zijn dood, de ander zijn brood, zet hij. Hij zegt, ze helemaal doorgeslagen, allemaal, zegt hij. Ze weten niet hoe ze zeep aanmoedigen. Hij zegt, wij zijn er blij mee, zegt hij, want het gaat helemaal nergens over. Het is gewoon een griep, een heftige griep en meer is het niet. Niet meer en niet minder. Dus u mogen ze nu stoppen met die informatie allemaal? Ik vind dat hier een einde aan moet komen en denk dat ze meer aandacht moeten geven aan al die andere verhalen die op televisie verschijnen over het hele gebeuren hier in Holland. En over het is een heel Nederland opgeblazen. Het gaat over gisteravond zit ik televisie te kijken. Ik maak het verhaaltje nu even af. We schakelen over naar corona, naar andere instanties. Over die UWV, dat al het geld daar maar toe gedaan wordt. Als hier iemand ziek is, moet je 20 keer naar de bedrijfsarts toe. Dan krijgt hij nog geen uitkering. En ze maken maar gewoon geld over die kant op. He? Er zit een journaal te kijken. Zit er een man die heeft 4 mensen om leven gebracht. Er zitten 9 rechters. Worden gewoon door die man uitgelachen. Worden gewoon door die man uitgelachen daar. Ja jongens, we zijn weer godsnaam mee bezig hier. Maar dat heeft niks te maken met coronavirus. Nee, ik bedoel, daar zijn te veel ergere dingen als de corona. Als we ziek zijn, kunnen we een spuitje halen. Eet meer fruit en tomaat. Verse groenten halen. En zorg goed voor jezelf toch. Genoeg reclame. Genoeg reclame. Hans, bedankt hè. Ja, jullie bedankt en succes verder hè. Okay.